Ideetje. Ik weet niet of dat legaal is, dus please even onderzoeken. Kan iemand dat onderzoeken? Iemand van het Fidere collectief? Kunnen we geen privédetective achter het telescoop aansturen? Want een weekje, ja, en besloten met de regio veiligheidshuis. Oh, Tinus Koops loopt de deur plat bij het regio veiligheidshuis. Dat is allemaal geen probleem. Iedereen bedreigen, ministers bedreigen, allemaal van zijn collega's bedreigen, mij bedreigen, met stukken hout de deur open doen, enzovoort, enzovoort. En die komt toch echt overal weer weg. Nou, het begint bij iedereen op te vallen en iedereen begint op goed zat te worden. Een week. Zou die niet toevallig, weet je, ja, nou, noem mij een paranoia. Geen probleem, noem mij mijn paranoia. Dus mijn gezonde achterdocht en geloof me nou, ik ben pas echt paranoia. Ja, dus ik heb een hele gezonde achterdocht. Als het een mogelijkheid is, dan is dat goed genoeg voor mij. Ja, en als het een mogelijkheid is, is het onmogelijk dat het niet zo zou kunnen zijn, toch? Ja, if it's a possibility, it's good enough for me. Dus, nogmaals. Ik heb nog steeds het gevoel, hij heeft een rechterlijke machtiging. Kan haast niet anders. Want hij was op een gegeven moment ook 2 weken weg voor persoonlijke redenen. Volgens mij had hij toen op de High Care gezeten. De HC, High Care. In de Toren, in Altrecht. Dus, het blijft natuurlijk een informant, infiltrant. En hoe hij elke keer achter... Ja, de linie. Hij zit elke keer achter de linie en iedereen wordt verrot geslagen. Ja, toch wel heel apart en zo. Ik vind ook dat daarin die Mordecai en Willem Engel... Die moeten gewoon voorop gaan met die demonstraties. Wat zijn dat voor een lafbekken? Die moeten gewoon bij al die mensen gaan. Die moeten gewoon tussen gaan staan. Hè? Waarom pakken de Romeo's nou niet de organisatoren op? Vreemd. Opmerkelijk. En met Tinus Koops. Nou, eerst was hij super blij. Weet jullie de beelden nog? Nou, roep even de beelden terug. Van Tinus Koops op een opperbestense buis. 's Ochtends was dat. Ja, toen had hij natuurlijk zijn Tiki-account gekeken. Hoeveel dope en drugs en weet ik veel wat hij kon kopen. En iedereen die geteeld heeft. Weet jullie... Rome from the top, die wilden allemaal natuurlijk lekker te neppen. Nou, ook wel de belastingdienst toestanden. Dus ja, voor meer van die klanten, belastingdienst op ze afsturen. En over tien, ja, toen was hij heel blij. En heel, of hij zat gewoon op de Tarzan van zijn zakhamster Marion. Ik denk dat hij gewoon op die Tarzan zat. En die batterijen deed al bijna niet meer. En toen schoot die batterij nog even, gaf hij nog even een paar vonken van energie. En ging de Tarzan van Marion aan, waar hij even lekker per ongeluk expres op was gaan zitten. En die andere keer was hij helemaal depressief. En dit, dat, ja, het gaat niet door. En demonstraties en zo. Ja, nee, als een cash op had hij alles in zijn neus en in zijn reet gedaan. Tinus Martijn Koops. Ja, Martijn, Tinus goedkoops. Nou, voor de rest is het niet zo goedkoop. Tot de volgende aflevering.